En ook bewakingsbeelden uit Rotterdam. In Rotterdam-West aan de Schiedamseweg zit Florale Haircare, waar ze van alles verkopen voor je haar. Op dinsdag 9 april zijn er twee verkoopsters aanwezig. Eén daarvan staat bij de kassa. Aan de klant wat verderop, die een blonde pruik pakt en vraagt how much, vertelt ze dat die 20 euro kost. Hij lijkt het pas te snappen als ze twee vingers opsteekt. Vervolgens pakt de man een haarstukje dat de helft kost, maar het blijkbaar ook niet helemaal is. Om dan voorover te buigen naar de mandjes met tubes haarcreme. Weer wil hij weten wat het kost en hij laat zien dat hij een briefje van 5 bij zich heeft. De verkoopster knikt dat het genoeg is en wijst behulpzaam op de tube aan dat de crème speciaal geschikt is voor zijn kroeshaar. Bij de kassa wordt de tube van 4,95 keurig in een plastic zakje gestopt en de man overhandigt de vrouw zijn vijfje. Maar wanneer ze de kassa opent voor zijn wisselgeld, doet de man ineens een greep in de la. Hij pakt een vuurwapen en haalt uit naar de vrouw die angstig wegduikt. Haar collega schiet de hulp. Maar zij krijgt van de wegvluchtende dader zo'n harde duw dat ze tegen de rekken wordt gelanceerd. Wie herkent deze overvaller in Rotterdam? Hij is donker getint, tussen de 25 en 30 jaar en is ongeveer 1,70 lang, heeft een tenger postuur en kort bruin kroeshaar. En hij heeft een fijn, smal gezicht met pigmentvlekken op zijn wangen. De man sprak gebrekkig Engels. Bel nu 0800 60 70.